De burgemeesters van 5 gemeenten in de regio slaan de handen ineen om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden. Zij ondersteunen de wereldwijde campagne Orange the World, die jaarlijks tussen 25 november en 10 december aandacht vraagt voor dit probleem. Geweld tegen vrouwen en meisjes. Vandaag wordt er met de actie Orange the World aandacht voor gevraagd. Ook in onze regio slaan de burgemeesters van Beuningen, Druten, Heumen, Westmaas en Waal en Wijchen de handen ineen tijdens de internationale campagne. Met één boodschap: geweld moet stoppen. Maar helaas blijkt dat ook in Nederland bijna de helft van de vrouwen en meisjes te maken hebben met geweld. Ja, dat is iets wat je niet wil en daarom willen we ons ook uitspreken als gemeente en als zooroptimisten. Burgemeester Bergman van Beuningen benadrukt dat geweld tegen vrouwen ons allemaal raakt. Samen met andere burgemeesters roept zij op om je aan te sluiten als hashtag medestander. Kijk, als jij al als jong meisje geweld meemaakt, of zelfs ook als jongen, dan bepaalt dat de rest van je leven. En ook in de huiselijke situatie hoe het is. Geweld raakt ook de samenleving, want je hebt meer zorg nodig. Of mensen gaan anders in de samenleving staan. Dus ik denk, pesten is ook een vorm van geweld. Hè? Niet verbaal, maar ook zeker als het tot geweld kan leiden. Dus ik denk dat je als samenleving allemaal te maken hebt met geweld. En dat je als samenleving ook moet optreden tegen geweld. En dat kan je alleen maar samen doen, niet alleen. Burgemeester Bergman legt de nadruk op het belang van opvoeding en de lessen die aan de kinderen wordt meegegeven. Respect en gelijkwaardigheid spelen daarbij een cruciale rol om een blijvende cultuursverandering tot stand te brengen. Dat begint eigenlijk al in de wieg en in je eigen gezinssituatie, hoe die ook is. Op school, op werk en dingen. Het begint met niet pesten. Het begint met een gezonde familierelatie. En het bespreekbaar maken. Want ik denk, wat je ziet, is dat heel veel mensen mee te maken hebben, maar het niet durven aan te kaarten. En dan blijf je in de situatie waarin je zit. In het centrum van het dorp wordt verteld dat mensen regelmatig verhalen horen over overlast tegen vrouwen en meisjes. Maar wat ze precies zouden moeten doen als ze zelf in zo'n situatie zouden zitten, dat is niet heel duidelijk. Ja, zeker wel. Ja, en op televisie natuurlijk heel veel, media heel veel. Moet echt niet kunnen. Ik heb het zelf niet. Nee, ik heb wel vroeger op de peutergroep gewerkt en daar heb ik het wel meegemaakt. Ja. Mocht het toch wel voorkomen, weet u dan waar u heen zou moeten? Nou, eigenlijk niet. Geen idee, maar ik begin bij de politie, denk ik. Ja, dan weet je in ieder geval wel dat je, ja, of weer veilig thuis, of dat je daar in ieder geval, dat je daar in ieder geval naartoe kunt bellen. Ja. Omdat ik er natuurlijk nooit mee van doen heb gehad, zou ik eigenlijk niet weten waar ik naartoe moet. Burgemeester Bergman geeft daarop aan dat praten heel belangrijk is en dat het geen taboe moet zijn. Ja, ik denk dan wel, wat ik zei, of in je eigen netwerk een vertrouwenspersoon zoeken, of bespreek het met je huisarts, of ga naar het sociaal team hier in de gemeente Beuningen. Melden, denk ik, is al een belangrijk iets.